vrijdag 26 mei 2023. Goedemiddag lieve mensen, ik ben vandaag gezellig dagje vrij. Ja, ik heb nu al mijn knuffels zijn nu uitgewassen. En ook mijn kussens zijn ook allemaal mooi schoon. Ja, ik ben er super blij mee. Ik ben 2 dagen bezig geweest met knuffels schoonmaken. Met uitwassen, zeg maar. Gisteravond was ik om 1:00 was ik begonnen met een paar kussens uitwassen. En vandaag was ik verder gegaan met uitwassen van kussens. Ja, en nu zijn alle kussens en knuffels weer mooi schoon. Dus dan kunnen ze weer over een lange tijd weer tegen. En ik heb ook weer gestofzuigd. En ook weer gedweld. Dus ik ben echt, gezellig en goed bezig geweest in mijn huisje. Ik ben er super blij mee. Ja, en vanavond ga ik heerlijke frietjes eten met appelmoes en een frikandel. Ja, ook weer heel veel zin in om weer eten te gaan maken voor mijzelf. En morgen ga ik boodschappen doen bij de Plus. Een paar dingetjes halen. En zondag ga ik weer naar de Jumbo toe. Dus deze week komen weer 2 leuke shopvlogs aan. Die ik weer voor jullie ga maken. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een leuke reactie achter. Ik wens jullie een leuke fijne avond nog. En een leuk weekend. Tot de volgende vlog van mij. Houdoe. Power Girl. Groetjes. Zaterdag 27 mei 2023. Goedemorgen lieve mensen. Ik kom naar thuis van de Plus. En ik heb wat dingetjes gehaald die ik nodig had, zeg maar. En dan ga ik nu aan jullie zien. Ik heb een Amsteltje gehaald. En die ga ik dan morgen met de eerste Pinksterdag in de avond nuttigen. Ga ik het daar heerlijk drinken. 0.0. Dus daar zit geen alcohol in. En ik heb ook nog Sherry Cola gehaald. Zero. Van 1 liter. Ik heb ook nog Fanta gehaald. Ook Zero. Dat is ook goeie. En ik heb nog Japanse mix gehaald. Ook weer heerlijk. En dit zijn rijstcookies. Heb ik ook gehaald. Ik heb paprika gehaald. Even kijken. En dit is Maggi Provençaals. Braadstomen is dat. Nou, deze tas is leeg. Zo, die zet ik even neer. Ik heb een flesje sinaasappel kiwi gehaald. Ook heel leuk. Ik heb kipfilet gehaald. Kijken. Dit zijn kippaasjes krokant. En dit is kipfilet. 1 kipfiletje heb ik gehaald. Ik heb een basis salade rauwkost heb ik gehaald. Ook voor vanavond. En voor in de lunch heb ik heerlijk broodje gezond gehaald voor vanmiddag. Ja, en dat... Dit waren de boodschapjes die ik gehaald heb. Ik wens jullie een leuke fijne zaterdag. Geniet van het mooie weer, want ik zag dat het heel zonnig weer is vandaag. Ik heb ook een heerlijke t-shirt aan en een korte broek. Ja, dat kan wel met dit weer. Het is heel goed op temperatuur. Ja, buiten zeg maar. En geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook een hele leuke reactie achter. En dan wens ik tot de volgende. Fijne dag nog iedereen. Tot de volgende vlog, shopvlog. Houdoe. Power Girl. Groetjes. Zondag 28 mei 2023. Goedemorgen lieve mensen. Ik kom naar thuis van de Jumbo. Ja, daar was ik weer naartoe geweest. En ik wil aan jullie laten zien wat ik al gekocht heb aan boodschappen. Nou, ik heb 2 broodjes gehaald. Voor vanmiddag als lunch. Ik heb een paprikaatje gehaald. Ik heb multivruchtensap gehaald. Ook altijd wel lekker. ACE is er. Flesje iced tea green. Citroensmaak. En dit is weer een nieuwe smaak. Maar ik weet alleen niet wat voor smaak het is. Ik zag het staan en ik dacht, hé, die wil ik een keer uitproberen.
En dan laat ik het van de week nog wel een keer in de vlog weten wat voor smaak het is geweest. De Spicy Zero. Ook meegebracht. En dit is weer een nieuwe Fanta smaak. Aardbeien. Ik laat ook wel weten hoe het hier ook lekker is of niet. Heerlijk, zeg maar. Ja. Nou, deze tas is leeg. Die zet ik op de grond. Dan heb ik... Nou, ik heb broccoli gehaald voor de konijntjes. Nou, daar kunnen ze heerlijk van smikkelen. Ik heb ook persik gehaald. Die is voor de mee te nemen naar de kookschool dinsdag. Nou, ik heb nog snoepkomkommertjes gehaald. Die was... En ik heb, dit is een soort kokoskoekjes. Of cakejes zijn het. Nou, ik heb fusilli gehaald. Ik heb een zak met wortelen gehaald voor de konijntjes. Dat is ook altijd wel heerlijk. Nou. Ik heb een zak prei gehaald van de Jumbo. Ik ga vanavond de prei curry schotel maken. Heel veel zin om weer te gaan koken. Nou, fruitsalade. Nog een fruit bosvruchten yoghurtje voor in de ochtend. Nou. Dit is aardbeien yoghurtje voor in de ochtend. Dit is optimaal, ook voor in de ochtend. Ik heb kookroom gehaald. Moet ook door de kruisel. Dit is een klein sapje. Sinaasappelsap. Is dat. Pompoenbest. Nou, ik heb spersieboontjes gehaald. Ook mee te nemen voor de kookschool. Nou, ik heb aardappelschijfjes gehaald. Ik heb gehakt, gemengd gehakt gehaald. Snackworteltjes heb ik gehaald. Ook altijd wel lekker. Even zo. Een beetje plaats maken. Tweemaal. Dus vleeswaren. Dit is Koburger. En dit is kipfilet. Wat ik gehaald heb. En zoals je ziet, dit waren mijn boodschappen. Ik wens jullie een leuke, fijne zondag toe. Geniet van het mooie weer, want ik zag dat het weer heel mooi weer is, net zoals gisteren. En dan sluit ik hierbij de shopvlog af. Tot de volgende. Geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal, laat ook een hele leuke reactie uit. En dan zeg ik tot de volgende shopvlog van mij. Houdoe! Power Girl! Laat ook een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal en laat ook een leuke reactie achter.